Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En het is een hele lange tijd geleden dat ik een nieuwe Eventing Weetjes heb gepost. Maar vandaag is het zover. Jullie krijgen een nieuwe Eventing Weetjes video. En de vorige keer zijn wij vooral ingegaan met hoe te beginnen met crossen. En dit keer gaan we vooral in op de regels van een cross. Ik zal hierbij kort de regels aanduiden van de dressuur, van het springen. Ook een beetje gewoon feitjes, de hoogte en zo. En we gaan vooral in op de cross, dus wat wel mag, wat niet mag. Ja, gewoon dingen die je moet weten voordat je aan een cross gaat beginnen. En jullie hebben het goed gezien. Mijn haar is eraf. Ja. Het is een stukje korter. Past het wat makkelijker onder mijn cap en het werd echt te lang. Dus nieuwe shit. Maar het is wel, ik vind het leuk. Dus, laten we beginnen. Hatsie. Voor deze video ben ik dus voor jullie in de disciplinereglementen van de Eventing gedoken. En heb ik heel veel informatie voor jullie. Misschien mis ik nog wel dingen. Heb je nog vragen? Stel ze dan vooral hieronder in de video of stuur me via Instagram een bericht. Ik reageer er heel graag op. Daarnaast staan ook alle linkjes hier beneden in de video beschreven. Dus je kan ze ook daarnaast altijd nog even opzoeken waar ik de informatie vandaan heb. Om te beginnen. Je begint je eventingwedstrijd altijd met dressuur. En welk proefje je moet rijden voor de dressuur zou ik hier neer gaan zetten. Of ja, voor de B-eventing is dat dus altijd een B-proefje. L-eventing is het een L1-proefje. En M-eventing is het een L2-proefje. En ga je Z-eventing rijden, dan wordt het een FAI-proef. Daarnaast is het goed om te weten dat een dressuring in de eventing is altijd omheind met witte hekjes. Dit is alleen in de hoeken en bij de B en de E soms. Soms dus niet helemaal. Maar dat hangt ook een beetje vanaf van welke wedstrijd. Maar is je pony dus bang voor witte hekjes, dan is dat goed om dat eerst even thuis te oefenen. Want je komt ze 100% zeker tegen op de eventingwedstrijd. In een eventingwedstrijd werken wij alleen maar met strafpunten. En degene met de minste strafpunten heeft gewonnen. En ja, met dressuur begin je dus met het vastzetten van je strafpunten. En deze strafpunten worden omgerekend. Dat is eigenlijk een beetje volgens de procenten. Dus ja, ik heb hier een rekenvoorbeeld hoe dat wordt gedaan. Je kan het ook wel vinden op internet hoe ze dat omrekenen. Dan kan je dat zelf doen. Maar het principe is in ieder geval dat je 300 punten is gewoon, hè, 100%. En haal je dus 180 punten, dat is normaal een winstpunt, dan heb je dus 60%. En dat zijn dus 40 strafpunten. Nou, wil je in aanmerking komen voor een winstpunt in de eventing, moet je maximaal 45 strafpunten halen. En als je meer dan 55 strafpunten hebt, dus dat is een 4,5 gemiddeld op je protocol, dus dat is echt ontzettend laag. Maar als dat gebeurt, dan mag je niet door naar het springen en ook niet naar de cross, maar ja, dit komt zelden voor, dus heel vaak gaat het niet zo rampzalig. Nou, na de dressuur heb je meestal even rust en dan ga je door naar het springen. Wil je juist meer beeld hebben van hoe dit nou precies gaat en hoe die tijden zitten, kijk dan vooral even mijn eventing vlogs. En dan neem ik jullie ook de gehele dag mee met mijn eventingwedstrijd. Dus dan heb je daar ook meer beeld van. Het springen in eventing is altijd lager dan het springen als wedstrijd zelf. Dus als jij B springt en je gaat dan B eventing doen, dan is dat altijd wel een stapje lager. En een B, het springen is er vooral voor bedoeld om te laten zien dat jij en je pony of je paard, ja, dat goed beheersen en dus ook goed een crossing kunnen gaan. Nou, de hoogte voor het springen bij de B-paarden is 80 à 90 centimeter. Bij de L-paarden is 95 centimeter. Bij de M-paarden is dit 105 centimeter. En bij de Z-paarden is het 115 centimeter. En ik zal hier voor de ponies en voor de paarden heb ik hier op de tabel staan. Voor de ponies ga ik niet geheel opnoemen, want dit is ook weer met allemaal klasses. Maar je kan het hier dus zien in de tabel. En dan, ja, je kan zelf lezen.
Wil je een winstpunt behalen voor de eventing, dan mag je, nou ja, net zoals de dressuur, max 45 strafpunten hebben. En voor het springen geldt dat je daar 12 strafpunten voor mag hebben. En dit is zonder de tijdsfouten. Dus 12 strafpunten is bijvoorbeeld een weigering en 2 balkjes of 3 balkjes. Maar dus maximaal 12 strafpunten voor een winstpunt. Heb je meer dan 20 strafpunten en ook dit is zonder de tijdsfouten, dan mag je helaas niet door naar de cross. Dus ja, dan heb je jezelf niet bewezen, zeg maar, dat je veilige crossparcours door kan komen. Ja, dan moet je wel meer dan 5 balken hebben. Dus eigenlijk 6 balken of weigeringen of zo. En heb je dus ook 3 weigeringen in het springparcours, dan mag je ook niet door naar de cross. Maar dat is wel vanzelfsprekend. En dan hebben we het springen gehad, dus dan gaan we door naar de cross. Nou, om te beginnen heeft elke cross en hun route een eigen kleur. En dat zie je dus op de bordjes. En die kleur moet je volgen. En er is eigenlijk een vast stelsel welke kleur jij moet volgen. Nou, de B-ponies hebben de kleur geel. En de B-paarden en de L-ponies hebben de kleur groen. De L-paarden en de M-ponies hebben de kleur blauw. De M-paarden en de Z-ponies hebben de kleur rood. En de Z-paarden heeft de kleur zwart. En ja, je kan dus door de kleur van je bordjes te volgen, weet je je route. En dus ook welk hindernis je moet springen. Nou, bij het starthok begint eigenlijk je cross. En bij dit starthok staat ook heel veel informatie. Meestal bij dit starthok hangt er een briefje. En daar staat de lengte van je parcours, de optimale tijd die je moet rijden. En soms nog wat informatie over hindernissen of zo. Nou, en je begint dus je cross in het starthok. En het is belangrijk dat je goed van tevoren op tijd bent bij dat starthok en dat je niet te laat bent. Op de startlijst van de eventingwedstrijd staan al je tijden en op de cross start je dus ook precies op tijd. Dus met een springwedstrijd normaal kan het wel eens uitlopen of moet je het zelf uitrekenen. Met crosswedstrijd start je echt op tijd en daar mag je je ook aan vasthouden. Nou, met de cross starten ze om de 2 minuten, dus om de 2 minuten gaat er een nieuwe ruiter het parcours in. En ik zorg er altijd voor dat ik rond de 3 minuten van tevoren bij het starthok ben. Nou, dat moet je zelf in de gaten houden. Meestal roepen ze je niet. Dus hier moet je goed op letten. Nou, en er staat iemand bij het starthok en die telt voor jou af. Meestal zeggen ze nog dat je 2 minuten hebt. En dan 1 minuut, 30 seconden en dan 10 seconden. En je mag bij het starthok mag je altijd even stappen. Je mag zelfs nog even draven of galopperen van tevoren. Maar je mag niet in galop het starthok in en dan gelijk van start gaan. Dat heet ook wel een vliegende start. En dat is niet toegestaan met de cross. En als je pony bijvoorbeeld heel heet wordt, is het misschien ook wel fijn dat een van je ouders of een groom even je paard of pony vasthoudt. Wat ik altijd doe is dat ik buiten het starthok blijf stappen. En dan als er bij 5 seconden zijn, dan zorg ik dat ik dicht bij het starthok ben. En dan 5, 4 en dan stap ik dus het starthok in en kan ik zo gelijk van start. Maar dat is ook gewoon even zien hoe fijn je dat vindt en hoe druk je pony is. Kijk, Bluff weet bijvoorbeeld precies wanneer hij van start mag in de cross. Dus hij wordt heel enthousiast bij het starthok en dan gaat hij helemaal hups op zijn plek en zo. Dus ik doe het zo en dat moet je gewoon even zien hoe je dat fijn vindt. Nou, in de B en in de L van de cross mag je in totaal 4 weigeringen hebben. En deze 4 weigeringen mogen zijn op verschillende hindernissen. En je mag maar 3 weigeringen hebben op dezelfde hindernis. Je hoort deze weigeringen zelf bij te houden. Het is niet iemand anders die dat voor je bijhoudt. Dus je moet zelf goed tellen ondertussen. Nou, een voorbeeld is, je mag dus 2 keer stilstaan op hindernis 1. En dan nog een keertje stilstaan op hindernis 3. En dan kom je over de finish en dan ben je gewoon gefinished. Dat is gewoon toegestaan. Maar als je bijvoorbeeld 3 keer stilstaat op hindernis 3, dan ben je gedisqualificeerd, ben je uitgeschakeld en dan mag je niet meer verder. En vanaf de klasse M mag je nog maar 3 weigeringen in totaal hebben. En je eerste weigering levert 20 strafpunten op in de cross. En heb je 2 weigeringen op dezelfde hindernis, dan is de tweede weigering zelfs 40 strafpunten. Dus dan heb je in 1 keer 60 strafpunten samen. En wanneer heb je nou een weigering? Wat telt als weigering? Een weigering is wanneer je paard langs de hindernis schiet of ervoor stilstaat. En je mag ook niet vlak voor de hindernis een volte maken of je eigen lijn doorkruisen, maar daar komen we later nog op. Nou, wat er van belang is, je hebt altijd rode en witte vlaggetjes langs de hindernis. En de rode staan altijd
rechts, rood rechts. En de witte staan dus altijd links. Het is belangrijk dat als jij een hindernis neemt, die vlaggetjes mag je ervan afspringen. Je mag die aanraken, het liefste niet natuurlijk. Maar je paard moet zijn hoofd, zijn hals en zijn schouder moeten tussen die vlaggen zijn. En bijvoorbeeld gaat zijn achterhand buiten de vlaggen. Dat is toegestaan, dan heb je gewoon de hindernis goed genomen. Maar gaat zijn linkervoorbeen aan de buitenkant van de vlag en zijn rechterbeen zeg maar aan de binnenkant, dat is niet toegestaan. Dan moet je de hindernis nog een keer opnieuw aannemen. En bij het water is het toegestaan dat de paarden aarzelen. Dus ze mogen een beetje twijfelen op het water. Dus ze denken, ga ik hierin, ga ik hier niet in. Maar het is van belang dat ze daarbij niet mogen stilstaan of achteruit gaan. Nou, ik benoemde het net al even, iets met een volte. Want je mag namelijk soms voltes rijden tussen de hindernissen in. En dat is best wel opvallend, want dit mag helemaal niet met springen, maar dat mag bij de cross wel. Het is dus niet toegestaan dat als jij de hindernis aanrijdt en je dan denkt, oh, die komt niet goed, ik rijd nog een volte. En het is eigenlijk al best wel in het bereik van de hindernis en je hebt hem echt heel duidelijk aangereden. Dan mag je geen volte meer rijden en dan is dat gewoon een weigering. Maar rij je na de hindernis een volte of 500 meter ergens in het veld een volte, dat is gewoon toegestaan. Geen weigering. Gewoon toegestaan. Nou, wanneer je een A of B hindernis hebt, of zelfs C of D, deze moet je in één rechte lijn nemen. Of, nou ja, er mag wel een klein bochtje in zitten, maar je mag daarbij niet je eigen lijn doorkruisen. Dus geen volte of iets, dat moet gewoon in één keer zo genomen worden. Maar heb je bijvoorbeeld hier hindernis 9 en hier hindernis 10, dan mag je hier tussenin een volte rijden. Want het is geen ABC-hindernis. En hier mag je dus tussen een volte rijden. Maar daarbij is het wel belangrijk dat als je over deze hindernis heen bent, je niet duidelijk op deze hindernis al afrijdt en dan denkt, oh, ik moet een volte rijden, shit. Nee, dat moet echt een vooropgezet plan zijn. Ik rij een volte in en dan neem ik de andere hindernis. En een heel goed voorbeeld is tijdens Varsseveld heb ik ook meegedaan en daar heb ik een weigering op gekregen. Treintjes. En ik had daar beter ook tussenin een volte kunnen rijden, want het was daar toegestaan. Dus ja, wil je daar even een voorbeeld van hebben, kijk dan die video en zie dat dan even. Dat is de hindernis waar ik de weigering had, daar had ik dus een volte in tussen mogen rijden. In het eventingreglement staat dit ook nog verder uitgelegd met tekeningetjes en zo. Dus ik zet hier onderin een linkje naar het eventingreglement en dan kunnen jullie dat ook nog even goed bekijken. Nou, bij het starthok had ik het net ook al over, hangt ook je optimale tijd. En je hebt dus een optimale tijd in de cross en die tijd wil je behalen. Dit is ook voor dat ja, we toch een beetje op tempo rijden in de cross. De cross is meestal namelijk een hoger tempo dan dat we hebben in een sprintparcours. Je hebt dus een optimale tijd en je moet daar proberen zo dicht mogelijk bij te komen. Maar je mag niet langzamer zijn. Dus ga je optimale tijd heen. Dan krijg je strafpunten en dit is 0,4 strafpunten per seconde. Je mag daarnaast wel sneller zijn. Je mag namelijk 20 seconden sneller zijn dan de optimale tijd. En ben je wel nog sneller dan die 20 seconden, dan krijg je ook 0,4 strafpunten per seconde. Maar ik zou vooral als tip geven, als je echt begint met crossen, let dan eerst niet op die optimale tijd, maar probeer gewoon lekker rond te komen en lekker foutloos te rijden. En dan komt die tijd later wel. Maar ik ga voor jullie een uitgebreide video maken. Hoe kan je rijden op optimale tijd en hoe meet je dat uit? Dus dat is een leuke voor de volgende keer. Nou, het is belangrijk dat als jij je cross hebt gereden, dan kom je bij de finish. En het is belangrijk dat als je bij de laatste hindernis en na de finish toe, dat in een rechte lijn rijdt. Je mag daar dus geen voltes rijden. Doe je dit wel, dan levert dat 4 strafpunten op. En daarnaast is het heel belangrijk dat je in galop blijft, want anders word je uitgesloten. Het is namelijk verplicht om van de laatste hindernis na de finish te galopperen. Dus zorg dat je je paard nog even goed aanspoort. En ben je heel snel, probeer hem dan even in een verzameld galopje te houden. Maar blijf galopperen over de finish. In de B-eventing heb je ook nog een rijstijl jury en daar krijg je punten voor. Er zitten altijd twee juries op twee verschillende plekken. En je krijgt hier een cijfer voor 1 tot en met 10. En
En deze jury's letten bijvoorbeeld op je houding, op je snelheid, hoe je de hindernis hebt aangereden. Ik heb hier een voorbeeld van een protocol. En ja, daar krijg je een cijfer op. En het cijfer van deze twee juries wordt een gemiddelde. En dit wordt van je eindstrafpunten totaal afgetrokken. Dus hoe hoger je stijl is, ja, hoe meer er vanaf wordt getrokken. En dat kan nog best wel eens in je voordeel zijn op je wedstrijd. Nou, ik benoemde net al even met dressuur en springen wanneer je nog in aanmerking komt tot een winstpunt. En de cross is daarbij het grootste van belang. Als jij foutloos bent en je hebt verder aan je dressuurscore en je springscore voldaan, dan krijg je 2 winstpunten. En heb je nou 20 strafpunten, dus 1 weigering, dan krijg je maar 1 winstpunt. En hierbij is de tijd niet van belang. Dus ja, je mag eigenlijk er zo lang over doen en dan haal je alsnog winstpunten. Maar wil je een beetje voor de prijzen meegerijden, moet je toch wel de snelheid er wat meer op gaan zetten. In de klasse B geldt daarbij ook nog dat je rijstijlcijfer, dat gemiddelde, moet ook voldoende zijn. En is dat niet voldoende, haal je helaas geen winstpunt. Nou, dan is het nog gewoon even heel belangrijk dat als jij over de finish bent, dat je een klokje zet. En je moet binnen 10 minuten bij de dierenarts zijn. En in die tussentijd ga jij je pony afzadelen of je paard. Haal je de beschermers eraf, dit is namelijk verplicht. En dan ga je gewoon lekker stappen of ga je ze afkoelen. Je kan het meestal kan je ze wel afkoelen bij de finish. Dan zie je altijd ook wel mensen helemaal in de weer met het paard. Omdat ze het gewoon heel warm hebben. Ze hebben een grote prestatie geleverd. Dus koel ze lekker af. Dan gaat ook de hartslag naar beneden. En blijf vooral stappen. En zorg dat je dus binnen 10 minuten weer terug bent bij de dierenarts. Ga niet gelijk na je cross meteen bij de dierenarts staan. Neem echt die 10 minuten gewoon de tijd. Want dan kan gewoon je pony op adem komen. Want ze gaan de hartslag meten. En de hartslag moet wel weer goed dalen. Want anders dan ja, krijg je weer 10 minuten tijd. En dan moet je weer terugkomen bij de dierenarts. En weer terugkomen. Maar die hartslag moet gewoon snel dalen. Want anders is er ook nog een kans dat je daar wordt uitgesloten. En dan nog de uitslag van de eventingwedstrijd. Heel vaak hebben tegenwoordig eventingwedstrijden SGW live. Dit is super handig. Kan je gewoon via internet op je mobiel checken hoe je ervoor staat. Daar staat dan gelijk al een tussenstand van je dressuurpunten, van je springparcours en van je cross. Hebben ze dit niet, dan hangt er altijd een lijstje bij het secretariaat of ergens op een bord. En dan kan je daar de uitslag zien. En belangrijk is dat als de definitieve uitslag er is, je een half uur hebt om protest te maken. Bijvoorbeeld, zij zeggen dat je een weigering hebt, maar jij weet zeker van niet. En je hebt daar veel materiaal over, kan je dat melden. En dan ja, kan dat nog veranderd worden. Dus dat is belangrijk om dat altijd gelijk te checken of alles goed is gedaan. En dan kan je dus altijd nog protest maken als je dat wil. Nou, dit was bij deze eventingweetjes nummer 2. Ik hoop dat jullie er heel veel aan hadden gehad. Ik ga de volgende keer op mijn video in, denk ik, op mijn eventing outfit. Zowel paard als voor ruiter. Wat ik allemaal draag, wat ik fijn vind, wat niet, wat wel, wat raad ik aan. Ga ik dan allemaal aan jullie laten zien. En heb je nog vragen, stel ze vooral hieronder. Ik zet in de beschrijving alle linkjes die ik heb gebruikt, waar ik de informatie vandaan heb. Dan kunnen jullie dat ook nog even checken. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei doei!